De Stemmenkast wordt mede mogelijk gemaakt door Audiocult, Samen Eén Stem en Spranky Media. Hoi, ik ben Jimmy. Edward. Rekers. Trevor Rekers. Sander van der Poel. En Melody Rekers. En u luistert naar... De, de Stemmenkast! Welkom bij de allereerste aflevering van De Stemmenkast. De podcast waar we stemacteurs samenbrengen. Deze aflevering gaan we rond de tafel met de cast van de befaamde Nickelodeon-serie Avatar. De Legende van Arm. Opnames vinden plaats in de weergaloze Audiocult Studios. Met achter de knoppen de minstens zo weergaloze Anouk Verdonk, René Merkelbach en Christian Unk. René, hoe gaat hij daar achter de knoppen? Gaat goed. Mooi. Met speciale dank aan Job van Rijen voor ons geweldige gouden logootje. En alle mensen van binnen en buiten Samen in stem. Die hebben meegeholpen aan het tot stand komen van dit project. Ik ben jullie host, Vaanten Banga. En ik wens jullie veel luisterplezier. Hallo allemaal, hebben we er een beetje zin in? Ja yes, zeker! Yes, 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 wow. Ik had het net over Samen één Stem. Deze podcast is um, tot stand gekomen dankzij uh, onder andere Samen één Stem. En Jimmy, uh, wij gingen toen een beetje overleggen over wat deze podcast zou moeten zijn. En jij zit natuurlijk bij Samen één Stem. En jij zei, hé, hey, we moeten voor de eerste aflevering afattakken. Tof. Nou ja, dat zei ik niet dat we dat moesten doen. Maar ik dacht, nou ja, dat is wel uh, natuurlijk voor mijzelf een van de leukste dingen. En ik denk dat het heel veel uh, impact heeft gemaakt. En er zitten heel veel leuke mensen in. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wat betekende deze serie voor jou? Voor mij persoonlijk. Uh, ja, ja het, is, het is een van de. Eigenlijk, ik denk wel de grootste rol die ik in mijn leven heb gedaan. Um, dus, dus dat vind ik wel leuk. En wat ik mooi vind aan Avatar is dat ik geleidelijk aan ouder ben geworden door die serie. Dus Ang uh, is ook tegelijkertijd ouder geworden in die serie. En dat liep eigenlijk heel erg goed in elkaar over. En dat, ja, dat, dat, dat geeft wel aan dat het een, uh, ja, een speciaal plekje voor mij heeft uh, naarmate de serie uh, ging groeien. En, Verder uh, ging in de tijd, ging ik zelf ook, werd ik zelf ook ouder en ontwikkelde ik. Dus dat, die parallel, die is gewoon heel leuk uh, voor mij persoonlijk. Ja, en toen we over Avatar begonnen, um, zei je gelijk als een van de eerste dingen, uh, we moeten Edward Rekers er sowieso bij hebben. Niet per se omdat hij de regie deed, maar omdat hij volgens jou de belangrijkste rol in de hele serie deed. En dat was de kolenman. Ja, ja, wat mij betreft is, uh, is de kolenman de, de absolute ster uh, van, de, van de serie. En ik denk ook dat heel veel mensen, um, hoewel de rol niet heel groot was, wel zullen beamen dat het uh, een van de meest uh, impactvolle rollen zijn. Oké, okay. ik heb geen Was dat de... Uh, M'n kolen! Was dat hem? Precies! Precies! Ja. Moet je zien hoeveel impact die rol op mensen heeft gehad. Ja, ongelooflijk. Hoe, Hoe kijk jij terug op, op de kolenman? Ja, met enorm <laughs> veel plezier. <laughs> er zijn rollen waar ik met meer plezier op terugkijk, moet ik eerlijk zeggen. Zoals bijvoorbeeld Avatar Roku. Dat was, uh, die kwam eens in de zoveel tijd uh, voorbij als uh, oude wijze man. En uh, toen was ik een, uh, een stuk minder oud dan ik nu ben. En ook een stuk minder wijs waarschijnlijk. Maar die vond ik altijd leuk om te doen. En uh, ja, de, 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 de hele serie uh, had een, een unieke combinatie van, van, van spanning, van humor, van uh, een beetje absurdisme ook af en toe wel. En uh, ik vond het heerlijk om aan te werken. Dat is goed. En jij zag natuurlijk als de regisseur ook als allereerste uh, deze serie voorbij komen. Wat ja. dacht jij in het begin toen je het zag? Dacht je al, oh wat leuk? Of had je het verwacht uh, dat het een succes zou worden? Nee, dat, dat verwacht je natuurlijk nooit. Het is in, in principe het dient het zich aan als een klus. Ja. Je gaat een klus doen. En uh, de ene klus is leuker dan de andere klus. Maar dit was wel een hele leuke klus. Uh, mede ook uh, door de mensen die er allemaal in zaten en die ik, uh, die ik uh, daarbij tegenkwam. Het was een, een, een bond gezelschap aan uh, stemacteurs en actrices die uh, met veel plezier aan deze serie uh, gewerkt hebben. En dat, dat, dat hoor je ook, volgens mij. Nou en of. Ja. Voor zover ik... Uh... Voor zover ik het kan horen, is tenminste het is met zoveel plezier ingesproken, deze hele serie. En ik denk dat we dat misschien nog wel het meest bij jou horen treffen, hoor. In jouw <laughs> rol als uh, Sokka, want jij was natuurlijk dat, dat een was de klasse clown, zullen we maar zeggen. De, ja, clown precies, van de serie. De, de, de komische noot uh, tussendoor de hele tijd. Ja, ja. Dat, dat maakte die rol ook al echt superleuk om te spelen. Omdat die, um, hij. Hij was best wel droog af en toe. <laughs> en. Ook, maar bijvoorbeeld, die, dat vind ik nog steeds een van de leukste momenten van Sokka. Dat hij kaktesap drinkt en dan helemaal gaat spesen in de woestijn. <laughs> ja, dat soort, dat soort scènes zijn, zijn superleuk. Ja. Ja. Je was ook altijd de pineut. Ik, ik was ook altijd de pineut. <laughs> ze, ze moesten altijd mij hebben. <laughs> ja, dat was het wel. Maar ja, maar dat, dat was ook oké. Dat kwam uiteindelijk wel weer, het weer goed met Sokka. En het was misschien ook wel die balans tussen uh, volledige gekheid, uh, niet al te serieus nemen. En juist de super serieuze momenten en karakters. En de diepgaande karakters ook. Hmm. En als we het dan over diepgaande karakters hebben, kijk ik toch ook even naar Sander <laughs> met Zuko. Ja. Wat misschien wel een van de meest diepgaande karakters is van kindertelevisie. Nou, in ieder geval. Zeker voor die tijd. Een van de meest diepgaande karakters die ik ooit heb ingesproken. Wat heel leuk. Kijk, bad guys spelen, dat is heel erg leuk. Dat is altijd leuk. Maar vaak zijn bad guys, bad girls, redelijk e eendimensionaal. Maar deze hele serie was dat niet. En dus ook Zuko niet. En wat ik heel tof vond aan, aan, aan Zuko is. Ja, hij was dan slecht, zeg maar. Maar je leerde hem wel kennen. En je leerde steeds beter begrijpen. waarom die was zoals die was. En dat vind ik. Dat is eigenlijk nog veel interessanter dan. Het uh, tieren op, op Avatar en het, hem niet, en het niet kunnen vinden van, 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 van Ang. Dus uh, ja, in die zin zeker diepgaand. Kan jij een moment herinneren dat je dacht: van... oké, okay, dit is wel even iets totaal anders dan ik had verwacht? Dat dit zo diep gaat? Of... Um, niet nou, niet één specifiek moment, maar ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik um, altijd heel onder de indruk was van de sfeer in de studio. En, en Edward was daar hoofdverantwoordelijk voor. Zeg maar de rust die de serie had... die wist Edward heel goed te vertalen in de dubbingstudio. Soms kun je ook aan producties werken... waar je voelt dat er geen tijd is... en dat je moet haasten. Misschien was dat hier ook wel zo... maar ik als acteur heb daar helemaal geen last van gehad. Dus de rust die de serie uitdroeg... en die je nodig had om dat karakter gedragen te kunnen spelen... die, um, die bracht Edward in de studio. Dus ook al als je een hele drukke dag gehad had... of als je uit een andere sessie kwam... uit een andere rol... En op dat je avatar kon inspreken, dan was het ha. Alle focus op, op dat en heel klein spelen ook. In plaats van heel erg schreeuwen en, en alles over de top. Dat was, ja, het was bijna medi meditatief. Zo meditatief als de serie af en toe was, zo voelde ik me tijdens de sessie. En dat, uh, ja, hopelijk hoor je dat ook. Wat mooi. En ik denk ook wel juist ook die evolutie, dat de serie continu veranderde. Um, karakters die veranderen. Van seizoen op seizoen was dat anders. En dan kijk ik ook even naar jou, Melody. Want jouw rol, uh, de rest van jullie zijn natuurlijk vanaf seizoen 1 hebben jullie erin meegedaan. Jij kwam vanaf seizoen 2 met ja, tof uh, binnenstampen. <laughs> ja, hoe was dat? Stampen. Wisten jullie vanaf het begin al wat jouw rol ging, ging inhouden? Of, of hoe was dat om die nee. wereld binnen te stappen? Ja, volgens mij nog niet. En uh, in het eerste gedeelte uh, als Taf binnenkomt, is natuurlijk nog. Uh, ja, bij de ouders en is ze heel schuchter en uiteindelijk gaat ze natuurlijk met uh, de groep mee en dan uh, is in één keer best wel een behoorlijk stoere, sarcastische chick. Uh, ja. Dus die, uh, ja, die, die ontwikkelt zich daarin dan ook wel heel erg uh, mooi. En dat was ook wel heel leuk om, uh, om te doen. Een beetje de, de gevoelige kant van hey, ik voel me uh, niet begrepen en uh, uh, ik word tegengehouden en daarna gewoon uh, uh, de wijde wereld in. Uh, ja. ja, dat is ook wel leuk ja mooi en dat vind ik natuurlijk ook nog steeds hartstikke leuk toen ik een beetje aan het kijken was uh, wie hebben er meegespeeld in deze serie ik zag gelijk op de lijst drie keer rekers ik dacht ja, wat leuk heel graag zin slaan wat goed hoe deed jij ook de casting Edward ja samen met de mensen van de studio natuurlijk ja en ja dat dat moet je onderling overleggen en in, in, in sommige gevallen moeten die stemmen ook worden opgestuurd naar de klant precies. die dan gaat beoordelen van ik wil dat die persoon die rol gaat doen, ja. dus uh, niet ja, zeggen dat jij automatisch zei van ...hé, hey, nee, mijn nee, kinderen nee, worden nee. Maar het is oh nee oh nee, niet nee dat sowieso dat niet. Dat nee. niet nee nee, nee. maar nee, het ja. moet wel bij het moet wel bij de rol passen ik bedoel je kunt niet zomaar iedereen uh, uh, overal induwen zeg maar van oh ik van jou wel aardig ga jij dat maar doen ja. zo werkt het niet want dan, dan, dan klopt het niet meer dan klopt het niet bij het karakter en dat kun je dan misschien uh, een paar zinnen volhouden. Maar uiteindelijk, als zo'n karakter zich ontwikkelt, wat jij al zei... dan ga je ongelooflijk door de mand vallen als het niet op elkaar aansluit. Ja. Dus dat, dat, moet, absoluut, uh, dat moet absoluut kloppen. Ja. En had jij gelijk, toen jij de serie een beetje zag... Je zag Sokka en je dacht, hé, hey, ja. dat is... Uh... Ja. <laughs> ik heb wel zo'n lood. <laughs> dat is die slungel van de zoon voor mij zo is hij thuis ook dus hè nee maar hoe is het dat, dat ben ik wel benieuwd nou hoe is het dan vervolgens om door je vader geregisseerd te worden was je dat al gewend op dat moment of hoe ja um, ik had daar zelf natuurlijk al ervaring mee met met Harry Potter uh, wat we ook samen hebben gedaan um, maar ik, ik ik, zag dat, ik heb dat in ieder geval nooit als een drempel ervaren, of dat dat vervelend was of zo. Um, ik bedoel, wat, wat, jij, wat jij zei: van uh, nou ja, als ik, als ik aan Avatar ging werken en met Harry Potter had ik dat trouwens ook. Daar kon je de tijd voor nemen en uh, de sfeer was goed. Um, en dat is, dat is ook wat ik heb ervaren, eigenlijk. Um, ja, ik, ik, en het is, ja, het is alleen maar leuk uh, om, om samen met je, met je vader iets te doen. Ik denk ook niet Zeker. dat het op het moment dat we gingen opnemen. waren we uh, niet per se vader en zoon. maar wel uh, regisseur en acteur. Mm. En uh, hadden we die rol en namen we die rol ook aan. En uh, dan, ja, de, de rest vervaagde eigenlijk een beetje. Ja. Ik, ik, ik heb niet het idee dat, uh, dat een sessie tussen ons zeg maar anders was. dan uh, tussen jou en mij bijvoorbeeld, nee. Sander. Mm. Voor jou ook? Ja, voor mij ook. Ja. Nee, ik heb dat ook nooit, uh, nooit raar of gek gevonden of zo, ja. Ik, ben het ook al wel, ik was het ook al wel eerder gewend inderdaad, van commercials of zo. Of dat soort dingen die we dan uh, samen gedaan hadden. En dat, uh, ja, dat voelt ook gewoon misschien zelfs nog een beetje extra vertrouwd of zo. Ja, ik vond het altijd wel prettig, ja. Mm -hmm. Zeker, ja. Dan vond jij het natuurlijk helemaal niet prettig, Jimmy, of... Nee, nee, nee. Ik vond het echt uh, verschrikkelijk. Nee, 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 nee. Maar ik, ik denk wel wat... Uh, dat zou ik trouwens niet eens kunnen claimen. Want ik heb nog uh, een uh, opname die destijds ook... Uh, die inmiddels soort van uh, mijn ringtoon is geworden. Ik heb een opname volgens mij van anderhalve minuut of zo. Dat ja, van echt die echt lach. Ja, aan het schater ja. lachen, Ben. Oh, en die het, is het, het leeg, Die kan ik nog wel even delen. Maar dat is zo, zo grappig. Want, en dat is ook heel typerend voor hoe het in de studio was inderdaad. Wat, wat Sander zegt. Het is, er was heel veel rust in de studio, maar ook de serie bracht zulke oprecht grappige momenten met zich mee. Niet dat, een, dat, er, dat het zeg maar het doel is op dat moment om heel erg grappig te zijn en dat het er dik bovenop ligt, maar gewoon hele... Ja, ...noem het even, natuurlijke humor. En dat, dat kon je soms zo van verrassen, ook op hele serieuze momenten... ...dat bijvoorbeeld Sokka dan in één keer met een opmerking komt... ...en eigenlijk al die spanning van die scène... ...een soort van op een hele goede manier in één keer weg is. Dat is, uh, dat is echt heel goed gedaan daarin. En dat merkte je ook in de studio wel. Het is anderhalve minuut hè, dat je moest lachen. Dat hebben we toevallig opgenomen. Ja, ja ja, ja. Het, is, het is een tijdje mijn ringtoon geweest. En is een soort van, uh, als ik uh, zeg maar aan de beademing lag, dan uh, stopt iemand met bellen. Dan denk je van anderhalve minuut aan, dat is niet zo lang. Maar als je iemand anderhalve minuut achter elkaar hoort lachen, ja. dat is onwijs lang. Ja. Hij begon ja, steeds was weer mooi. over Het werd steeds heftiger. Ook. <laughs> Geweldig. En het kwam ook stelkens terug. Hè. Het is niet zo dat het soort van uitsterft, maar gewoon na een halve minuut denk je dan weer terug aan die grap en dan ligt je gewoon weer in een de... <laughs> Nice. We zitten hier nu natuurlijk met vijf mensen van de serie, maar er zijn nog veel meer mensen die aan Avatar hebben meegewerkt. Toch, Edward? Ja, 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 dat klopt. Zijn ja. Er, uh, het is een, een, een heel rijtje. Uh, de eerste die ik uh, uh, in ieder geval graag wil noemen is uh, Rosanna Tasing, Die uh, speelde de rol van Katara. En dat deze fantastisch, als je mij vraagt. En verder uh, hadden we uh, Asuki, uh, Sandy Kandau. Ty Lee werd gespeeld door Kirsten Fennis. En uh, een heleboel rollen. Uh, werden uh, waargenomen door uh, de mensen die ik nu ga noemen. Sander de Heer, Floris van Rooyen, Marieke de Kruijf, Fred Meijer, Bojan van der Heide, Paula Major, Marjolein Algera en Mitchell van den Dunge. Een bondgezelschap van uh, mensen die uh, nog steeds in het, uh, in het vak actief zijn, soms ook. En een plezier om mee te werken, allemaal. Klein applausje, jongens. Ja. Woehoe! Denken jullie nog vaak terug aan, aan deze serie of heeft het nog steeds af en toe invloed op je leven? Ik had het er net met jou over, Sander, voordat we begonnen. Jij krijgt af en toe wel eens nog berichtjes binnen van mensen uh, die af en toe nu via, via streaming ontdekken. En dat ze zeggen: hey, jij was toch de stem van, van Suko? In Avatar. Ja, het is echt bizar hoeveel impact die serie nog steeds uh, maakt. en hoe tijdloos, dus blijkbaar, die serie is. Inderdaad, nog, nog nou, zeker wel wekelijks. dat je een berichtje krijgt in je Instagram-inbox. Uh, uh, om te checken of jij dat inderdaad echt bent. En mensen die vertellen wat voor impact die serie gehad heeft. toen, we, toen het in 2006, geloof ik, als eerste op televisie kwam. Uh, dus ze zijn ermee opgegroeid en zijn nu volwassen. en zouden nu eigenlijk niet meer naar een kijken. Maar nu het dus weer aangeboden wordt op, free, op streamingsdiensten, toch weer in de Nederlandse versie dat gaan kijken om dat gevoel weer te krijgen van vroeger. Mm. Net zoals dat ik dat gevoel had vroeger bij Bassie en Adriaan, Samson en Gert, al die ja. tekenfilms die ik gekeken heb. Dat hebben zij nu met iets wat wij gemaakt hebben. Dat is mm -hmm. een heel raar besef. Ja. Wat ook heel leuk is, is uh, uh, er is inmiddels een, een, een generatie zeg maar, voorbij sinds uh, het begin van de uitzendingen van, van Avatar... En uh, ik kom nog steeds veel in, in dubbingstudio's natuurlijk. En er is ook een nieuwe generatie techneuten die uh, in aan het stromen is. En ik kom regelmatig kom ik dan iemand tegen die uh, uh, begint aan zijn carrière als technicus. En die dan zegt van, oh ja, ik keek vroeger naar Avatar. Dat vond ik zo te gek. Dat hebben jullie gedaan hè. <laughs> en dat is dan zo leuk om te horen. Dat, dat, dat leeft echt nog heel erg. Ik, ja. En ik begrijp ook dat er nog steeds marathons worden uitgezonden en zo. En, mm -hmm. Dat er uh, uh, nog steeds veel naar gekeken wordt. Ja, dat is, ja dat is toch wel. Uh, dat vind ik toch wel leuk om te horen. Ja. Ik heb ook een, uh, een vriend van mij, die, uh, die vertelt nogal graag in de kroeg aan. Onbekende mensen dat ik dan tof ben. En dan krijg ik mensen over me. Oh, ben jij tof? Die vind ik zo cool. En dan zeg ik, ja, mijn broer Sokka. Dat meen je niet. Dan is het helemaal geweldig. En hij staat daar. Ja, ja. Staat ja, ja. Staat ja. Goede party trick. Ja, nou. Die jongen in die blauwe jurk daar. Dat is ja. Het, uh... ja, nee, dat vind ik ook wel heel grappig. Dat je dan uh, ja, daar, daar ook nog. Uh, overhoort, zeg maar dat mensen het dan heel, heel vet vinden en zo. Ja, is ja. leuk. Gaaf. Ja, en Valentijn, jij vroeg ook van: uh, denk je nog vaak terug aan, uh, aan Avatar? En ik ja. denk dat ik, uh, nou ja, ik uh, probeer altijd uh, me voor de geest te halen wat zou Ang doen, maar uiteindelijk doe ik dan altijd wat Sokka zou doen. <laughs> dan gaat het niet goed, denk ik. Of wel, nee. Nice. Nee, ja. Er gaat dan ergens iets fout. Nee. Doe je ik een beetje rustig met lirien. het wel? dan John. Er was toch laatst ook, Jimmy, een, uh, een voetballer die het kapsel van, van Ang had. Dat ja, dat was een, uh, op de Olympische Spelen was er een, uh, een windsurfer. Die heeft, ah. uh, heeft zo'n blauwe pijl op zijn hoofd laten zetten. Oh, echt? Omdat ja, hij oh, uh, dacht, ja, ik moet windmeester zijn, zelf dus, luchtmeester in dit geval. <laughs> ja. <Nee>. <laughs> ja. <laughs> Klopt, ja. Uh, ja. Geweldig. Dat zo'n hele generatie door zo'n zo project is gegrepen, dat is toch prachtig om te zien? Ja, zeker. Het is zeker prachtig om te zien. Geweldig. Mm. Jij had het net ook over, over generaties gesproken. Mm -hmm. um, technici die hun uh, carrière beginnen. Want jij hebt natuurlijk al ontzettend veel geregisseerd. Mm -hmm. uh, waar is jouw carrière binnen de nasynchronisatiewereld begonnen? Want jij bent volgens mij vooral bekend vanuit de muziekwereld. Ja. Hoe uh, ben je overgestroomd richting Inspreekland, om het zo maar te noemen? Uh, dat is eigenlijk de schuld van uh, mijn het goede. Die uh, was uh, aan het opnemen in de Wisseloord studio in, uh, in Hilversum. Daar, daar zat uh, achter in de gang een klein studio, studio 4. En daar werden alle, allerlei series in gesproken en ik vond dat leuk, want ik, uh, ik uh, zoals, dat, uh, zoals we dat toen dan noemden, vond het ook wel leuk om stemmetjes te doen. En uh, ik heb eigenlijk een beetje zijn kop gek gezeurd van, ah joh, mijn, laat mij nou ook eens een keer... Uh. Toen zei hij, nou als ik een nieuwe serie heb, dan zal ik je wel eens auditie laten doen. En nou, toen had hij een nieuwe serie. in, Dat, dat waren de Bobo Bobs. De Bobo Bobs. Bobo Bobs, een soort uh, ruimtekabouters. Zegt niemand meer wat. Maakt ook niet uit. Maar ik kreeg ineens twee hoofdrollen. Oh. Of eigenlijk drie, want de ene hoofdrol was een tweeling, oh. Ein en Stein. Die had een beetje een Duitse accent. <laughs> uh, dus toen, toen, toen moest ik dat gaan doen, of toen mocht ik dat gaan doen. En hij heeft mij eigenlijk uh, het vak binnengehaald, zeg maar, en, en het vak geleerd ook. Ik heb ongelooflijk veel van die man geleerd. En heel erg fijn met hem gewerkt. En toen, uh, toen ben ik zo'n beetje het vak ingerold. En hier is uh, inspreken en daar is inspreken. En uiteindelijk uh, in Metasound hebben ze toen gevraagd. Van, Goh, zou je niet eens willen proberen te regisseren? Toen dacht ik van ja, uh, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat wel kan. Dus heb ik een paar collega's opgebeld. Jan Anne Drent die toen veel insprak. En Maria Lindes die ook veel regisseerde van, joh, vind je dat ik dat moet doen? En ze zeiden allebei van... Ach, probeer het, lukt het niet, lukt het niet, lukt het wel, hartstikke leuk. Dus toen ben ik dat gaan doen. De Legende van de Noorderwind was de eerste film die ik uh, geregisseerd heb. En ik vond het zo geweldig leuk. Dat, uh, ja, het, was een, het werd een soort verslaving daarna. <laughs> Dat was fair voor mijn tijd. Ja, anders. Ja, ja. staat er nog wel. Hey, weer, een een legende, weer, weer, weer een legende, Edward. Weer een legende, ja. Dit keer van de Noorderwind. Ja. 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 Wat, wat heb jij met legendes in je. Ja, ik weet, niet. Ik weet niet. het niet. Ze komen op mijn pad. Zeg maar. Een soort draad. een ja. Geweldig. En ook uiteindelijk, ik ga ervan uit, maar misschien is het heel anders gegaan. Uh, hebben jullie. Toen uh, Melody en Trevor op een dag gezegd: hé, hey, het lijkt ons ook leuk. Of hoe, hoe is dat gegaan? Ja, op een gegeven moment uh, 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 ga je een productie doen. en dan heb je een kinderstem nodig. En dan, ja, dan zijn je eigen kinderen dichtbij, zeg maar zeggen. Ja. En dan ga je wat proberen of dat, uh, of, of dat, wil, uh, of dat wil lukken. Ik ben nog Trevor, zijn eerste rol heeft hij bij Maria ingesproken. Toen uh, kon hij nog niet eens echt goed lezen. De boefjes, toch? Toen, jaar of? Toen, toen, oh. moest ik, uh, toen werd ik aangetikt, nog toch? Oh ja, die ken ik. Ja. Die ken ja. Nog een kleine missie oh, ervan. Ja, ja. ben jij ook begonnen oh, toch? toch ja, zeker. Ja, 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 ja. Wie was jij in de boefjes dan? Uh, Porky. Oh, Heette echt? Die. Met, dat, uh, met dat petje achter ja. Ja. De kleinste, toch? Ja. Wie ja. was jij ook weer? Spanky. Spanky. Oh, ja. ook een petje op. Oh ja. Ja, maar dat was inderdaad achter de. de... Gewoon achter de microfoon zitten ja. en dan zodra... Niet, niet tijdcodes, niks. Gewoon uh, zodra je moest beginnen... Pet. <laughs> Klap van je kop. Ja. Nee, een zacht tikje ja, hoor. Ja, ja, ook, ja, kom, kom. Nee, dat zeggen ze allemaal. Ja, ja en, en ja, daar, daar begon het voor mij dan een beetje bij, uh, bij de boefjes inderdaad. En, ja. uh, en bij uh, Maria. En, en bij Maria, ja, ja. zeker. Ja. En um, nou, daar... Op een gegeven moment kom je weer terug voor een film en dan een serie. En dan krijg je een hoofdrol in de serie. Ja, dan, uh, dan loopt het uit de hand uiteindelijk. <laughs> op een leuke manier. Ja. Dan kun je er niet meer onderuit. Nee, precies. Just, uh, ja, precies. En dat is ook een beetje het lastige soms. Want je hebt best wel wat, uh, uh, wat mensen die vragen van... ...joh, hoe ben je daar gekomen? Maar iedereen is er eigenlijk een beetje op een toevallige manier ingekomen ...die je eigenlijk niet zo makkelijk kunt reproduceren. Mm -hmm. Ja, dat is wel waar, ja. Zeker. En bovendien is het ook zo dat je. Dat je uh, want als je er eenmaal in zit, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat je er ook in blijft. Je moet je. Ja. je, moet je zeker als stemacteur of actrice. elke productie die je doet, moet je je opnieuw bewijzen. Mm -hmm. Dan moet je opnieuw uh, laten zien en vooral laten horen natuurlijk. Dat je het in je macht hebt om. Uh, om zo'n karakter neer te zetten met alleen je stem. En dat. Uh, dat valt, uh, valt echt niet mee. Want. Uh, als je naar het beeld kijkt dan zie je, en je luistert naar het originele geluid, dan uh, zie je een acteur of een actrice die het al een keer gedaan heeft. En acteren is toch al moeilijk zat. En dan moet jij nog eens een keer uh, in een andere taal gaan doen. Iets wat iemand anders al gedaan heeft. Dus je kunt je voorstellen, timing is, is onwaarschijnlijk belangrijk. En dat moet je in je, in je in je vingers hebben. Anders krijg je het nooit goed op het beeld. En dat is, uh, dat is iets. Dat kun je volgens mij ook niet leren. Dat moet je, dat moet je echt aanvoelen. Plus dat je, je uh, in je stem je emotie moet kunnen laten doorklinken. En dat is ook niet iedereen zomaar gegeven. Dus dit even ter illustratie van uh, het vak <laughs> uh, nasynchronisator. Prachtig. Ja. Had jij de baard in je keel, Jim, uh, toen je aan, aan uh, deze serie begon? Of, of gebeurde dat nee, terwijl nee, je... Nee, deze, nee uh, dus, juist maar niet. Dat, dat is natuurlijk best wel iets waar je... Uh... Dat kan je, niet echt, kan je niet echt plannen. Dus het is ook maar net de vraag hoe dat uh, gaat. Voor hetzelfde geld had ik dat halverwege uh, avatar gehad. En ja. had je in één keer een hele andere avatar gehad. Wiens, uh, wiens stem uh, oversloeg. Nou, misschien was dat uh, in dat geval uh, ook echt wel aan de gang bij de avatar. Nee, maar daar... Gelukkig is dat bij mij heel, heel geleidelijk gegaan. En ja, je hoort het nog steeds: ik heb niet echt een hele zware stem. Dus uh, dat, is, uh, dat is er niet echt uh, van gekomen. Maar dat heeft er wel voor gezorgd eigenlijk, dat ik altijd uh, uh, heb kunnen blijven inspreken gedurende dat proces. Ja, dat ik het met Valentijn voor de opname over. Dat als, als jongen krijg je op een gegeven moment de baard in je keel. En ik denk toen wij de baard in onze keel kregen, was, was het aanbod van series waarin uh, tieners voorkwamen gewoon veel minder dan nu. Mm -hmm. uh, dus dan is het best wel afwachten, inderdaad. Wat jij zegt, het is, het is één om, om er binnen het wereldje te komen, maar het is twee om erin te blijven. En ja. zeker als op een gegeven moment je ja. stem gaat veranderen. Ja. En, en regisseurs soms ook niet meer weten van ja, waar kunnen we jou nog voor casten? Dat is best wel uh, ja, lastig. Ja. Een van de meest bijzondere uh, projecten, wat dat betreft, daar hebben we het al even over gehad, was uh, uh, wel Harry Potter. Die, ja, dat waren acht films. En bedoel, het gaat over Avatar, dat snap ik. Maar uh, uh, toen de cast daaraan begon, en daar was Sander ook bij, uh, die begonnen toen ze elf waren. Dus toen, toen hadden ze allemaal nog net niet de baard in de keel. En uh, de laatste film was uh, tien jaar of elf jaar later, volgens mij. Toen waren ze dus al jongvolwassenen. En ze groeiden mee met hun karakter. En op het moment dat ze achter die microfoon gingen staan. dan werden ze ook uh, Harry. of dan werden ze uh, uh, het karakter wat ze moesten spelen. En ze groeiden op met de acteurs in de film. En dat ja. was heel mooi om te zien. Ja, nee. En is met, met Avatar was het natuurlijk ook een beetje. Daar hebben we het ook al over gehad. Ja, en dan was af en toe drie jaar en dan natuurlijk elf jaar. Ja, precies. Mm. Dat, ja, ja, dat is geweldig. Ik vind het ook zo mooi nog steeds, dat verhaal, hoe jullie eigenlijk een beetje als vader en zoon door die films uh, <laughs> heen zijn gegroeid. <laughs> als ik dat zo kan. Dat ja. heb jij me ooit één keer verteld toen ik wat jonger was. Heb is je, dat zo? Helemaal, uh, ja. Ja, het, is natuurlijk een, het was een prachtig project sowieso om te doen met, met, met de hele cast. Maar uh, ja, ik weet... Uh, Iedereen heeft auditie gedaan. En zeker voor die, voor die grote bioscoopfilms, werden er uh, uiteindelijk drie stemmen uitgekozen door de studio. Die werden opgestuurd naar Engeland. En daar zat een meneer. Uh, Ray Gillen heet hij. En uh, die beoordeelde alle stemmen uit heel Europa, van alle talen, van alle films. En toen kreeg ik bericht terug dat ze. Trevor voor die rol wil hebben. Toen heb ik zelfs nog een mailtje teruggestuurd. Van, weet je wel zeker dat je hem wil. en niet dat andere jongen. Nee, wij weten zeker dat hij moet het gaan doen. Dan dacht ik: van Oké, okay, dan kan ik rustig slapen en dan kunnen we gewoon lekker die films gaan doen. Jij was dat andere jongetje, Jimmy, trouwens. Nee, dat Nee, klopt. Want ik heb, uh, nou, los van een heel klein rolletje, inderdaad uh, zat ik niet in Harry Potter. Dus dankjewel daarvoor, uh, Edward. <laughs> Graag gedaan. Was, 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 dat, was dat een nee. lastig nee. Hallo, oh, Brother beer Was dat Bear, jouw met, eerste uh, productie. met Avatar, Edward? Uh, de casting? Of is dat uiteindelijk heel, uh, heel goed gegaan? Was Sorry, ik miste uh, alle... je begin even, Jim. Um, ging dat ook goed met, uh, met Avatar qua, qua casting? Of uh, was, was eigenlijk alles in één keer raak, of niet? Ja, nou de, de, de hoofdrollen wel, ja. De hoofdrollen waren na, na de audities die we gedaan hebben, na de stemtesten waren uh, goed ingevuld. En die, die speelden natuurlijk een, uh, een hele belangrijke rol. En uh, dat waren eigenlijk uh, de, 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 de hoofdkarakters en daar zaten dan af en toe wat. Wat uh, uh, bijkarakters bij. En die werden dan gaandeweg ingevuld door de, door de overige stemmen die kwamen. En die deelde je dan zo'n beetje in per rol. En uh, niet te veel van die en niet te veel van dat. En uh, ja, dat deed je een beetje op gevoel. Maar de, de, de serie werd gedragen door de, door de hoofdrolspelers. die in zo goed als elke aflevering terugkwamen. Ja. En het waren nogal wat rollen, lijkt me. Ja. door de serie heen. Ja, dat waren uh, best wel zeker de, 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 de bijrollen die uh, uh, veelvuldig uh, ingevuld moesten worden. Ja. En die ook, uh, ook af en toe net de show aan, uh, aan die aflevering gaven die, uh, die zo leuk was. Ja. Zoals de belangrijkste rol in de serie waar we het net over hadden. Dat is uh, jouw rol. Nou, de Coleman. Ja. 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 de Coleman. De Coleman. De Coleman. Nee, wie kent hem niet? Ja, <laughs> Krijgt de spin op Maar meekers, ik heb dus hè? laatst, heb ik, heb ik avond daar helemaal teruggekeken. En toen, um, toen, samen met mijn vriendin heb ik dat gedaan. En toen, ja, ik hoor zeg maar wel, waarschijnlijk wat sneller dan anderen, als je zelf inspreekt, dat uh, een aantal rollen door dezelfde persoon worden gedaan. En dan denk je, oh wow, wat goed. Ik hoor het bijna niet. Maar als je dan naast je kijkt op de bank, dan zie je gewoon dat. Die persoon naast je helemaal niet doorheeft. dat dezelfde persoon. misschien wel iets van acht rollen heeft in een serie. Nee, nee. En dat dat nee. zegt ook wel iets over, over hoe goed het natuurlijk wordt gedaan. en hoe, hoeveel diversiteit iemand in zijn stem kan hebben. Ja, precies. Ja. 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 Hoe was dat om, om terug te zien na vijftien jaar zowat. sinds de eerste aflevering? Hoe was dat om, om terug te horen? Had je veel herinneringen? Of wat, wat kwam er in je naar boven? Ja, nou ja, natuurlijk wel, uh, wel herinneringen terug naar de studio ook. En ik dacht ook, jeetje, wat was ik, wat was ik jong daar? Ik bedoel, <laughs> ja, soms, heb je wel, soms heb je wel dat je dingen terugziet. Maar ja, je hebt niet zo vaak dat iets van zo lang geleden nog. Uh, dat je dat nog zeg maar kan zien. Uh, soms heb je wel series die je misschien vijf jaar geleden hebt ingesproken, die nu nog worden uitgezonden. Maar bij Avatar is dat bijvoorbeeld nu nog steeds het geval. En dan ja. zijn er ook mensen die aan mij vragen van joh, uh, doe jij eens even appa, jip jip. En dan <laughs> doe ik dat. En dan zeggen ze ja, maar zo klonk het niet, hoor. <laughs> <laughs> jij had het net over binnenstromen binnen het wereldje en dan maar hopen dat je binnen blijft. Ik had het net met jou ook nog, Sander, voordat we begonnen. Uh, jij bent ondertussen in een heel ander nasynchronisatiewereldje uh, binnengestroomd. En dat is bij Netflix. Ja. Hoe is dat daar? Klopt uh, heel leuk. Uh, het verbreekt heel erg je, je wereld. Uh, in Nederland um, nou, nasynchroniseren we eigenlijk vooral voor, voor jeugdproducties. En de productie waar ik nu aan werk, is eigenlijk alles behalve jeugdproducties. Dus ook niet bestemd voor de Nederlandse markt. Dus dat zorgt ervoor dat je. Ja, je hebt heel veel bagage opgebouwd in de, in de Nederlandse markt, die ik dan meegenomen heb naar, naar, naar Netflix. Maar ik leer ook zoveel over hoe uh, dubbing na synchronisatie werkt in alle landen om, om ons heen. Dat is heel leerzaam. Dus het opent nog meer je, je wereld. Dus dat is heel, heel leuk. Ja, want je zit nu in plaats van alleen uh, voor Nederlandse nasynchronisatie, echt voor de, over de hele wereld. Ja, klopt. Okay. Ja, ja, ja. En wat, wat houdt je baan dan precies in? Um, nou, een, een serie, een productie voor volwassenen wordt uh, door alle grote landen om ons heen in een gedubte versie bekeken door volwassenen. Dat kun je in Nederland bijna niet voorstellen. Um, en de strategie daarvoor bepalen, de creatieve strategie uh, bepalen, uh, ligt in mijn handen het goedkeuren van de stemmen. Um, het uh, zoeken van de juiste studio's bij een bepaalde productie. Uh, contact hebben met de originele regisseur, om, omdat die soms ook wat vinden van wat de dub zou moeten zijn, want dat is hun werk. En sommige regisseurs zien nasynchronisatie als ja, een, een uh, bedreiging van, van hun kunstwerk. Dus uh, ja, zorgen dat je daarover op één lijn ligt. Met het originele productieteam uh, veel contact hebben daarover. Uh, soms uh, nasynchroniseren we met de originele cast die zichzelf dubt in een andere taal. Omdat ze die taal beheersen. Allemaal dat soort keuzes uh, maak ik. En dat is super creatief. En daar kan ik alle bagage die ik... Uh, heb opgebouwd door met iedereen hier die hier is te werken, meenemen. Wow. Heb je ja. een project waar je extra trots op bent? Uh, nou, Kaas de Papel heb ik aangewerkt. Dat is natuurlijk een heel bekende serie. Um, um, een serie waar ik heel trots op ben is Young Royals, uh, die op Netflix te zien is, uh, die uh, wat meer gericht is op de LHBTQIA-plus gemeenschap. Um, en in die community heel veel impact maakt wereldwijd, ook in landen waar die um, groep wat minder vertegenwoordigd wordt. Um, en dat, dat, dat maakt me wel heel trots dat je dat kan doen uh, tegenwoordig met een streamingdienst die zo'n wereldwijd bereik uh, heeft. En waar je dus ook een wereldwijd publiek kunt laten kennismaken met content van over de hele wereld. En dus uh, dat publiek ook kennis kan laten maken met culturen die je niet kent, communities die je niet kent. En allemaal door het vertellen van verhalen. Well. Mm -hmm. Mooi, mooi, ja, geweldig, zeker, ja. geweldig. Wil ik graag uh, nog een keer meer over horen. Dat, uh, Dat. mag zeker. Top. Het is weer tijd voor onze vaste rubriek, vraag van een stem. Drie luisteraars hebben vragen doorgestuurd, die ze zelf hebben ingesproken aan onze gasten om ze te beantwoorden. Hoi, ik had een vraagje aan jullie. Hebben jullie ooit de originele stem van je personage ontmoet? Ik niet, jullie wel? Nee. 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 Zelfs niet de kolenman? Nee, nee zelfs niet de kolenman. <laughs> Ach, wat heftig. Jij ook niet, Jimmy? Nee, nee helaas, helaas. Ik heb het eigenlijk um, bij geen van de rollen die ik heb uh, ingesproken... dat ik uh, de originele stem ken. Okay, hebben jullie andere rollen misschien? Of, of Harry Potter, ik zeg maar wat. Dat jullie daar ooit iets... Uh... Nee, geen uh, uitwisselingsproject uh, gehad. Het zou vet zijn als je Danny ja, Radcliffe kon ontmoeten. Ja, bijvoorbeeld, dat is wel leuk. Ja, ja maar dat zou ook als je gewoon bijvoorbeeld zeg maar een get together ja. organiseert met alle verschillende talen zeg maar bij elkaar. Ja, dat is super Ja, cool. Dat zou toch ja, ook ja, nog moeten. Ja. Dat is, eigenlijk. Ik, we ik weet niet of dat überhaupt ooit gebeurt. Ja. Of dat, uh, of dat een ding is. Misschien moeten we daar maar eens voor zorgen vanuit ja. samen een stem. Jimmy, schrijf mee. Ja, ik, vind het wel. De... ik let op, ik let op, ik let op. Ja, mooi, mooi. Ja. Vraag nummer twee. Hoi, hoi, ik ben benieuwd. Wat was jullie favoriete lijn om in te spreken? Voor jou, uh, Jimmy, je zegt wel altijd Appa Jip Jip, maar was dat ook echt jouw favoriete lijn? Nou ja, ik vond het altijd wel leuk als dat, uh, als dat er weer in kwam. Ja, ik, uh, ik keek er altijd wel naar uit als ik weer uh, mocht. Uh, appa Jip Jip, zie je hoe blij <laughs> ik hiermee ben. <laughs> Geweldig. Ik heb een, uh, een speelgoedmodel van Appa thuis. Oh. Dat heb ik ooit uh, uh, gekregen. En daar uh, zit Jimmy's stem ook in. Met. Appa, jip, jip. <laughs> vraag nummer drie. Hi, ik heb een vraag. Hoe ga je om met emoties tijdens het opnemen en dat omzetten in de stem? Ja, Ik heb me nog wel één ding herinneren van. Uh, mijn hondje Skip, weet je dat nog? Die film? Ja, dat. Uh... Ja, dat weet ik nog wel. Maar toch... Toen was je een jaar of? Nou, negen? Tien? Mm -hmm. En uh, dat was een, een, een hele leuke film. En het was op een gegeven moment uh, een jongen die, uh, een jongetje, en die werd gespeeld, de, 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 de Trevor. En die had een scène met zijn hondje, wat zijn alles was. En uh, zijn maatje door dik en dun. En hij had al uh, enorme problemen uh, meegemaakt in zijn leven. En, hij was gepest in alles. En zijn hondje was zijn enige grote vriend. En uh, die was op een gegeven moment gewond geraakt. En die lag op de tafel van de dierenarts. Zeg maar bijna dood te gaan. En daar had hij een, een, een hele emotionele scène mee. En uh, dat moest hij inspreken. En hij zat dat in te spreken. En hij was net klaar. Het laatste moment. Toen was het helemaal stil. technicus had de op, uh, opname stopgezet. En we hoorden helemaal niks meer. <laughs> dus ik... Forever. Zit je nou echt te huilen? Het is dat hij echt te Janker moest ook, want dat moest ook opgenomen worden. Oh, ja. Maar dat was. Ik schop tegen mijn microfoon neem me niet kwalijk. Van de emotie. Maar dat, was wel, dat vond ik wel heel indrukwekkend, want hij ging zo in die rol mee dat hij dat, uh, dat, hij dat ook meenam. Wat echt heel zielig was, was dat Sokka op een gegeven moment een, uh, een vriendin had. Of in ieder geval iemand met wie hij had gezoend. En die uh, moest zich toen, uh, toen opofferen. Um, door volgens mij in de maan op te gaan of iets dergelijks. Dat was ook zo zielig. Uiteindelijk ja. 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 een soort ik dit, van ik dit, liefdes, dat liefdeservaring. Dan... Van... Dat je denkt van ja, ja, ja. En dan moet er weer zoiets gebeuren. Dat was uh, ook sad. Ja, want ze, ja. Vloog, ze vloog uiteindelijk weg of zo. Ze werd... Ze werd... Een soort gebundelde energie en toen ging ze naar boven. Ja. Daar moest ik net ook, uh, toen ik hier over aan het vertellen was, hij aan het denken aan dat moment inderdaad. Mm. Dat is dan wel een van die momenten dat je, ja, dat je meer in die emotie kan duiken of zo. Ja. Dat gaat ja. het wat dieper dan alleen maar een uh, personage. Ja, precies. wordt het echt een mens. Ja. 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 Jimmy, mogen we van jou dan nog één laatste Appa Jip Jip? Nou, vooruit dan. Iedereen, uh, iedereen er klaar voor? Ja, ik? ja, ja, ja. Ja, ja, ja van de ja. <laughs> Appa Jip Jip! Yeah. Kijk, daar vliegt hij. <laughs> Leuk jongens. Dit was hem dan, de Edward, Edward, kan jij Appa doen toevallig? Zou ik Appa doen?

hij bedoelt of je appa geluiden na kan doen, zodat het dan lijkt alsof die was. Precies. Oh, oh oe, dat. <laughs> Dank je uh, dat. dat had ik niet begrepen. Sorry, ik weet niet meer wat voor geluid hij maakte. Weet je maakt. Beetje Ja, maar als ik het voor moet doen, dan, dan heb je het gelijk gehoord. Volgens mij, volgens mij kan Trevor het beter. <laughs> nee. Nee. <laughs> ik <ben> het Zo. <laughs> Doe één een keer Trevor appa. Standaard appa. Jullie hebben geluisterd naar de eerste aflevering van De Stemmenkast. Met Jimmy Lange, Edward Rekers, Trevor Rekers, Melody Rekers, Sander van der Poel en Vaat Banga. Deel deze aflevering vooral met je vrienden, familie, wie dan ook. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren naar De Stemmenkast. Tot de volgende. We missen nog één ding. Oh, nog één ding: die lach van jou. Ja. Yeah. Oh, ja, die, uh, die zit in uh, Valentijn's WhatsApp nu. Okay. Oh, die moet je zien. Hij is niet anderhalve minuut, maar 40 seconden. Oh, no, oh, maar oh, hij, voelt oh. Wel, hij voelt wel als heel lang. Confession je moet <laughs> niet loopen? Ja, in ja. <laughs> Dit was Fantenmanga. Tot de volgende stemmenkast.